Dan is er nog iets. We hebben net de jaarwisseling achter de rug. De beste wensen overigens nog. Uw thuis thuisdagen ja, zijn heren u. U ook. Ja, zeker. Ja. Ja, we zitten alweer vier zou dagen in het nieuwe jaar. Ik ja. zou het bijna vergeten. het is gewoon weer, een hele, we maar weer aan het werk. Het was een rustig oud uh, en nieuw. Dat wil zeggen, Relatief. Nou, zo rustig was het nou ook weer niet. In ja. alle eerlijkheid. Want er is nog best veel vuurwerk de lucht ingegaan. Uh, ondanks het algemene vuurwerkverbod. Uh, er waren ook opstootjes, rellen. Uh, maar het aantal mensen dat met vuurwerk uh, verwondingen moest worden opgenomen in het ziekenhuis was beduidend lager dan normaal. Ja, fantastisch nieuws. We hebben dit voorgesteld in december, begin december, eind november. Gezegd: goh, Het zou heel goed zijn als er nu een algemeen vuurwerkverbod komt. Omdat we op die manier de, de zorg kunnen ontlasten. En ik ben heel blij dat dat ook echt is gebleken en dat het ja. is gelukt. Ja, uh, smaakt dit naar meer? Ja, absoluut. Uh, dus? Als je, ja, als je, als je de cijfers ziet, hè, dus uh, minder mensen die in het ziekenhuis komen met vuurwerkletsel. Tweederde minder fijnstofuitstoot. Uh, de, huisdieren. Echt de, de berichten die je krijgt van mensen met honden en katten: die zeggen, oh, eindelijk ging het zoveel beter met mijn dieren. Uh, minder verzekeringsschade. Ja, dan zouden we wel gek zijn als we volgend jaar gewoon weer teruggaan naar een. Uh, dat we vuurwerk gaan afsteken met z'n allen. Dus ik denk dat dit uh, vuurwerkverbod permanent moet worden. Dat, dat, dat is ook uw inzet in het politieke debat. En dat is ook mijn inzet in het politieke debat. Om ervoor te zorgen dat, dit, dat, dat we... Ja, eigenlijk is dit, heeft dit heel goed uitgepakt. Je zou kunnen zeggen het was een experiment. De resultaten zijn geweldig. En het vuurwerkverbod dat moet structureel worden. Juist. Is dat ook een van de punten die u gaat inbrengen... mocht u aan een formatietafel plaatsnemen? Zeker. Een belangrijk punt ook? Uh, het is voor ons altijd een belangrijk punt geweest, maar uh, ons allerbelangrijkste punt is de aanpak van klimaatverandering. Maar ook dit zal zeker een belangrijk punt zijn. Ja, we zitten een uh, dag of zeventig voor de verkiezingen. Ja, bent u al helemaal warm gedraaid? Uh... Ja, maar wel op een hele andere manier natuurlijk. Want ook wij passen ons aan aan corona. Normaal gesproken waren we nu al lang veel meer in het land geweest. En nu doen we alles online. Dus ik ben online helemaal warm gedraaid. Ja. ja. Wat is wat u betreft het belangrijkste thema eigenlijk voor deze verkiezingen? Ja, wat mij betreft is dat de aanpak van klimaatverandering. Als je kijkt dat uh, uh, het aantal slachtoffers door corona. Uh, dat, zijn er, dat is bijna net zoveel als dat er ieder jaar mensen aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging overlijden. De ja. klimaatcrisis is de allergrootste crisis die op ons afkomt. En we hebben nu gelukkig nog tijd om ons daarop voor te bereiden. En dat tegen te gaan, ja, daar moeten echt in een volgend kabinet uh, de juiste stappen voor worden ja. gezet.